Nou, Rode School is een mooie, vriendelijk dorp. Mensen zijn allemaal vriendelijk. En, alleen jammer dat er geen weinig voorziening meer zijn. Er zijn geen winkels meer. Ja, er is nog één groenteboer die van alles wel wat heeft. Maar voor de rest zo'n hele dorp, voor een aantal jaren geleden, of een aantal jaar, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, er waren er nog een paar kruidenierwinkels. En een bakker en alles was hier toen, maar dat is allemaal weg. Nou ja, mensen gaan steeds meer naar die grote winkels waarschijnlijk. En die kleine ondernemers die kunnen dat niet meer bolwerken. Ik denk dat het allemaal te duur wordt. Ja, hier staan allemaal meetinstrumenten om het weer te observeren. En die staan allemaal online op de website. Achter wat je ziet, dat is een vochtigheidsmeter. Het is ongeveer 70%. Gebruik je deze nog? Nee, ja, ik kijk er wel eens een keer op, maar alles gaat digitaal. Ja. Als die vol is, dan gaat hij naar beneden. Een soort wipwapje en dan telt hij 0,2 mm. En dit is een verwarmingselementje voor als er sneeuw komt. Ja, je begon met wat foto's en eerst naar de regionale zenders en toen landelijk daar ook wat meer mee begon doen, pakte de landelijke zenders daar ook wat meer op. Goedenavond, ja, het beloofde, als u deze foto ziet, een fraaie verkiezingsdag te worden. En de ene regenboog was wat feller dan de andere regenboog. Het was in 2004 dat ik ermee begonnen ben.